Beste kijkers, voor de wekelijkse BNP Paribas Turbo-overweging in samenwerking met de aandeelhouder neem ik u graag mee naar de dagchart van ING. Daar is een interessante propositie gaande. U ziet aan het lijnenspel dat het sentiment langzaam maar zeker draait van negatief naar positief. In eerste instantie dalend proces van lagere toppen en lagere bodems heeft plaatsgemaakt voor een stijgingskanaaltje. Ik heb het netjes voor u ingetekend om aan te geven hoe het is gesteld met de ondertoon. Betekent het dat je meteen driftig aankopen moet doen? Dat niet, want u ziet tegelijkertijd ook op deze grafiek dat de weerstand op 9,41 en een klein beetje eigenlijk uitgenomen moet worden om de bulls daadwerkelijk los te laten gaan voor een verdere rally naar de 9,95, de krap 10 zone. Dat is dan ook wel het koersdoel als het gaat lukken om uit te breken. U begrijpt waar ik heen wil. Het is een anticiperende turbotijd overweging, turbotijd long setup, zo u wilt, met een hefboom van 3. Hou hem niet al te strak, hou hem niet al te hoog, die hefboom, want als het niet lukt om boven die 9,41 uit te breken, dan zul je toch weer afscheid moeten nemen van ingenomen koopposities. Anders gezegd, het is een anticiperende turbo-strategie in de veronderstelling dat de bulls in ieder geval druk gaan zetten op die 9,41. En als het lukt, dan doe je aardig mee met een hefboom 3. En dat is dan de turbo long 675 met bijbehorende ISIN-code. Nog eventjes het eigen model erbij pakken voor wat extra informatie. En daar zien we dat er op dit moment een klein zwart candletje in de maak is. Dat past wel in het beeld. Hè. De bulls moeten immers uitbreken. En we zien ook dat de indicatoren er positief bij staan. Met als belangrijkste de DBS die wel degelijk een rebound positie rechtvaardigt. Dus houd in de gaten, koersvorming boven 9,41, dat is de rechtvaardiging om daadwerkelijk turbo long posities in te nemen. De weg erheen, de aanloop erheen, dat mag ook, maar dan heeft de positie een anticiperend karakter. Ik wens u veel succes.